Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik samen met jullie online shoppen. Tegenwoordig kunnen we even niet naar de fysieke winkels gaan om lekker te gaan winkelen. Dus ik dacht, ga gewoon even online shoppen. Ik had nog een aantal dingetjes op het oog wat ik graag wilde aanschaffen. Dus ik dacht, hey, laat ik er gewoon gelijk een video van maken. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke online winkels ik ga kijken en wat ik allemaal ga kopen, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook gelijk op het belletje, want dan krijg je een melding zodra ik een nieuwe video upload. En ik ben ook wel benieuwd wat jouw favoriete online webshop is. Ik denk dat ik ga beginnen met de Bijenkorf, want ik wil al een hele tijd een bepaalde foundation aanschaffen. Want heel lang geleden was ik bij de Bijenkorf zelf, heb ik een tester meegekregen. En ik ben er heel erg tevreden mee, dus ik wil hem gaan kopen. Dus deze van Dior Foundation. Oh ja, deze is hem. Nice. Nee, het is die andere. Dit is de Forever Skin Glow Foundation. Even kijken. Ja, dit is mijn kleur 1.5. In mijn winkelmandje echt best wel prijzig, maar ik weet zeker dat ik er heel veel liefde uit ga halen en heel veel gebruik van ga maken. Dus die. Weet je wat er al heel lang op mijn wishlist staat? Een Chanel lipstick. Ja, alleen deze is best wel aan de prijzige kant. En ik zag volgens mij bij Easy Paris eentje voor goedkoper. Dus daar ga ik even heen. Bij de Bijenkorf is de Chanel lipstick €37. En bij Easy Paris is die €29,24. En ik wil de kleur boy. Dus die gaan we ook even in mijn winkelmandje doen. Ik ben een hele grote ringenliefhebber. Op dit moment heb ik niks om. Maar over het algemeen draag ik ben elke dag verschillende ringen. En ik wilde al een tijdje bij Zinzi iets halen. En ik weet dat ze, even kijken, hoe heet dat precies? Ja, aanschuifringen. Ze hebben aanschuifringen. En als je daar twee ringen koopt, krijg je één ring cadeau. Nou, dat vond ik een hele goede deal. En wanneer ik dit bestel, is het ook Glamour Day. Dus ik krijg 20% korting. Oké, dan wil ik eventjes op Boohoo kijken. Ik heb daar echt al heel lang niks meer gekocht. Maar ik vind het wel een hele leuke site. Ik wil een aantal joggingbroeken. Ik leef nu in een bepaalde joggingbroek die ik van Boohoo een keer heb gehad voor in een video. En ja, hij is gewoon toe aan vervanging. Ik heb nieuwe joggingbroeken nodig. Ik ga ook even op Bershka kijken, want ik had een tijdje geleden wel wat leuke items daarop gespot. Waarvan ik denk, hé, dat wil ik wel hebben. We hebben hier een balloon fit jeans. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zitten, want ik ben sowieso op zoek naar lichte broeken. Ik vind het fijn om in het voorjaar wel lange broeken te dragen, maar niet echte jeans. Soms vind ik het wel prettig, maar niet altijd. Maar deze, ja, dit model vind ik wel heel erg leuk. Nou, alle bestellingen zijn geplaatst. Nu maar wachten totdat alles binnen is. Ik ben heel erg benieuwd en heel erg excited om het met jullie te delen. Laten we beginnen met de items die ik bij Bijenkorf heb besteld. We hebben hier mijn allereerste high-end foundation. Ik vind het wel een partijtje speciaal. Ik merk wel, naarmate ik ouder word, ik steeds meer de behoefte heb om mijn geld echt te investeren in producten die ik daadwerkelijk ga gebruiken. En niet 10.000 foundation koop en uiteindelijk ook heel veel geld kwijt ben en vervolgens de helft weggooi ofzo. Dat vind ik echt zonde. Ik ben nu 21 en ik vind het gewoon heel tof dat ik dan zulke dingen gewoon kan kopen. Maar we hebben hier dus mijn foundation. Hij is prachtig. En hij heeft zo'n pompje. Ja, ik ben hier al zeer tevreden mee omdat ik al een tester ervan had. Dus ik kan niet wachten om dit op dagelijkse basis te gaan gebruiken. Dan heb ik nog een ander product van Dior. En deze heb ik ook al eerder een keer geprobeerd. En ik werd er zo verliefd op. Wat ik wel heb met high-end make-up. Want ik moet het eerst uitproberen. Dus ga bijvoorbeeld, als de winkels weer open zijn, naar een Bijenkorf en vraag of ze wat bij je willen aanbrengen. Maar dit is een lipolie in de kleur 001 Cherry Oil. En dit is een hele fijne lipolie. Het hydrateert je lippen. En het droogt niet gelijk uit ofzo. Of het verdwijnt niet in één keer. Maar je voelt wel echt dat het iets met je lippen doet. En hier zit 6 milliliter in. Niet mega veel, maar als je er zuinig mee omgaat, dan kan je wel een tijdje mee door. En dan heb ik nog iets wat ik al heel graag wilde aanschaffen, maar nooit eigenlijk
aan toe ben gekomen. En dit was ook in de aanbieding. Toen dacht ik, ah, mooi meegenomen. Voorheen kostte dit €45 en ik heb er €28,50 voor betaald. Dit is van het merk Elizabeth Arden. En hierin hebben we een 8 Hour Cream Moisturizing voor je handen. En een 8 Hour Cream Skin Protectant. Moet ik het wel goed zeggen? En een lipbalm. En ik heb zoveel goeds hierover gehoord. En ik wilde het zelf ook gewoon uitproberen. En omdat het ook in de aanbieding was, dacht ik, nou, dat is mooi meegenomen. Dus hier ben ik ook super benieuwd naar. Ik ga gelijk mijn handen ermee insmeren, want ik heb droge handen. Oh. Dan nog een high-end make-up product. Ik heb mezelf echt heel erg gespoild op dit moment. Want ja, ik heb echt aardig wat geld uitgegeven. Maar we hebben dus mijn Chanel lipstick in de kleur Boy. Ik zat te twijfelen tussen twee kleuren, maar ik dacht, nou, weet je, we doen er gewoon één. En hier heb ik ook geld op bespaard, dus dat is ook wel fijn. Maar het is een natuurlijke kleur. Voordat ik deze high-end producten heb aangeschaft, heb ik al echt mega veel research gedaan. Want ja, je geeft best wel veel geld uit aan één make-up product. Maar ze zeiden dat dit, ja, gewoon een natuurlijke glans geeft. Als je hem swatcht, zie je niet zeg maar een mega opvallende kleur. Hij is heel neutraal. Dus dat vond ik er wel heel erg mooi aan. En ik denk dat ik hier heel veel plezier uit ga halen. En ik vind de verpakking ook mooi. Leuk feitje, vroeger, echt toen ik heel erg jong was. En toen ik dit helemaal niet kon aanschaffen, dacht ik van wow. Ik vond Chanel altijd al een heel inspirerend merk. En dit is mijn allereerste Chanel product ooit. En ik heb ook nog een testertje erbij gekregen van Michael Kors. Dit is een geurtje. Lijkt wel lekker. Dan gaan we verder met de items van Zinzi. We hebben hier een van de ringen. Dit is die met dat staafje. En even kijken, ik weet even niet meer welke mate ik heb gekozen. Volgens mij 16,5 voor mijn ringvinger. Dat is mijn ringvingermaat. Of 16,5. Kan het allebei wel. En dan heb ik nog twee andere ringen. En deze twee ringen heb ik in een maat 17 of 17,5. Ik onthoud die ringmaten nooit. Maar deze wil ik om mijn middelvinger doen. Dit zijn dan de ringen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik denk dat ik ze ook echt heel vaak ga dragen. En dan heb ik nog een ander item bij Zinzi gehaald. En dit was in de korting. Ik ben echt een kopiesjager, merk ik. We hebben hier een sleuteltje. Een heel klein sleuteltje. En ik heb hier een slotje. En ik dacht, misschien is het wel leuk omdat gecombineerd te gaan dragen. Ik kan dit beeldje voor zowel een ketting als armband gebruiken. Is dit leuk? Ik weet het niet. Dan de items van Boohoo. Als eerst heb ik hier een shirt die niet voor mij is, maar voor mijn vriend. Het is een heel simpel wit t-shirt met palmboompjes. En deze was volgens mij €7,50. Ik was ook even bij de man aan het kijken. En ik dacht, oh, deze is wel cute. En ik had even aan hem gevraagd van of hij hem leuk vond. En hij zei ja, dus ik had deze voor hem mee besteld. Een klein cadeautje voor hem. Dan heb ik twee joggingbroeken. Een grijze en een witte. Ik heb deze in een M besteld. Dat is gewoon een hele simpele joggingbroek. Niet veel over te zeggen. Maar hij is wel heel erg zacht van binnen. Dus dat is een pluspunt. Hij heeft zakken, dat is fijn. En aan de binnenkant heb je het touwtje, dus je ziet hem niet aan de buitenkant. Dus ja, dat vond ik ook wel een pluspunt. Dus joggingbroek 1 en joggingbroek 2. Die heeft wel een touwtje aan de buitenkant. Niet dat ik dat heel erg vind. Maar ze vallen allebei een beetje oversized. En dat vond ik wel heel erg leuk. En volgens mij was deze witte ietsjes duurder. Ik merk wel echt een verschil in die twee. En deze is wat dikker. Dus misschien voor het voorjaar iets te warm. Maar wel echt perfect voor het najaar. Of ergens in de avond of 's ochtends vroeg. Dan hebben we een long sleeve shirt. En ik dacht eerst dat dit een trui zou zijn. Zo kwam het ook wel over. Volgens mij werd het ook op die manier geadverteerd. Maar hij is niet dik of zo. Dus het is eerder een long sleeve dan echt een trui. Wat ik nu wel heel erg fijn vind. 'S Ochtends en 's avonds heb ik het wel wat frisjes. En dan wil ik wel lange mouwen aan. Ik vind het over het algemeen wel comfortabel om lange mouwen aan te hebben. Maar het moet niet te warm zijn. Maar dit, ik denk dat dit wel luchtig is. En ik heb deze oversized gekocht. Het is een maat 40. En hij valt redelijk groot. Dan heb ik iets wat een klein beetje out of my comfort zone is. Maar waarvan ik wel dacht van, misschien is dat wel leuk. Het is dit topje. Hij is cropped. En ik had hem al gepast. En hij is echt wel cropped en laag. En ik zat te twijfelen of ik misschien wel een maatje groter moest hebben. Maar hij zat voor de rest wel op zich wel prima. Maar het was even wennen toen ik hem aan had. Maar I kinda like it.
Soms moet je gewoon wat dingen proberen die een beetje out of your comfortzone liggen. En ja, en als je er dan ook helemaal weg van bent, dan voel je je er ook comfortabel in. Dus ik heb dit topje. Ik ben er heel blij mee. En dan heb ik nog een paar items bij Bershka besteld. Nou, als eerst de broek. Ik was best wel bang dat die broek te klein voor mij zou zijn. Maar dit was de grootste maat. Maat 40. En hij past perfect. Ik vind hem heel erg fijn. Hij zit lekker. En ik kan niet wachten om deze broek te gaan dragen. Dan hebben we dit lange mouwen shirt. Dit lijkt een beetje op hetgene wat ik nu aan heb. Maar dan, ja, helemaal wit. Ik vond hem wel leuk. En dit item is nog best wel dun en luchtig. Dus dit is ideaal voor, ja, de warmere temperaturen. Niet te warm. Maar gewoon, ja, einde 20 graden of zo. Dan hebben we deze prachtige top. Ik ben er verliefd op. Ik heb hem in een maat L. Want dat werd mij aanbevolen op die website. Je kan vragen voor advies van wat voor maat het beste bij jou past. En ze zeiden dat ik een L moest nemen. Dus dat heb ik maar genomen. Hij zit goed. Maar misschien had ik ook wel een M kunnen hebben. Ik vind het best wel jammer dat de grootste maat bij de Bershka een L is. Terwijl een L niet eens zo groot oogt. Ik heb normaal gesproken soms nog wel eens een S. Meestal een M. En nu zegt ze, joh, je moet een L. Dus dat vind ik eigenlijk best wel zonde. Maar hey. Dan hebben we een cropped sweater. Of nou ja, het is eerder een longsleeve. Het is een beetje als het shirt van Boohoo. Het is niet te dik, maar wel comfortabel genoeg. En dit heb ik in een maat M. Misschien had ik dit ook in een L kunnen nemen. Maar hey. Ik vond hem wel leuk. Lekker simpel. Geen gekke dingen ermee. Het is zo verleidelijk om tijdens deze periode online te shoppen. Ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Dat jullie gewoon geneigd zijn om van alles en nog wat in te slaan. Misschien dingen die je wel nodig hebt. Misschien dingen die je gewoon niet nodig hebt. Maar ik ben heel erg tevreden met wat ik allemaal heb gekocht. En ik ga er zeker heel veel gebruik van maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!